Ik ga een hele simpele burfi maken. Ik heb hier 2 blikjes gesuikerde melk, gemalen groene kardemom, echte roomboter en cacaopoeder 2 eetlepels. En de boter is zeg maar een volle kleine eetlepel, dus geen theelepel, iets groter. En dat ga ik nu op het in de pan rustig roeren, laten indikken. En dan wordt het zo vervolgd. Nou, ik ben ongeveer 25 minuten verder en dit is het moment dat je weet dat het klaar is. Als alles zo, terwijl je roert, van de pan afkomt. Nou, ik ga hem nu overschenken in een vorm en dan gaan we hem laten afkoelen. Ik heb mijn bakblik met een stuk bakpapier bekleed. En dat doe je omdat het anders het kan plakken. Of je moet dan weer de bodem met de boter insmeren en dat is dan weer extra vet. Dus het gaat hier over en dan gaat hij opstijven. Ik laat hem nog eerst afkoelen en dan kan hij een paar uren de koelkast in. En dan ga ik hem in blokjes snijden. En dan nog met wat cacaopoeder, dat erdoor de cacaopoeder heen wentelen. En dan heb je een soort van cacaoblokjes. Ik vind het een beetje, het ziet er niet zo mooi uit en ik kan het eigenlijk niet laten. Dus er gaan wat noten overheen. Ik heb hier een mix van amandelnoten en pistachenoten. En die zet ik, strooi ik er eerst overheen. En die ga ik er zo meteen indrukken. Dan blijft het ook lekker plakken aan de soort van burfi. Het is niet echt burfi vind ik zelf, want ik zet geen poedermelk in. Het is alleen maar gesuikerde melk. De nootjes zijn erin gedrukt en is een check of het goed is. Heel simpel, je houdt het een beetje schuin en als er niks afvalt, dan weet je dat ze er goed in zitten. Een kwestie van laten afkoelen. En ik zou hem eerst door de cacao heen halen, maar dat gaat nu niet meer lukken omdat ik er nootjes overheen heb gezet. Dus wat ik misschien nog wel doe als ik hem straks ga snijden, is alleen maar proberen om te kijken of ik hem van de onderkant de blokjes in de cacaopoeder kan dopen, zodat ze toch wel nog weer een cacao randje krijgen. Nou, dat was het.